Steven Comphalius is vandaag officieel geïnstalleerd als waarnemend directeur op het bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG. Maureen Wijngaarde van Dijk, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, verwelkomde Comphalius op zijn nieuwe werkplek. Tot vandaag was Astracia Warner belast met de waarneming als onderdirecteur van het BOG, nadat Leslie Resida per september 2017 met pensioen ging. Comphalius zal zo gauw mogelijk openstaande functies die cruciaal zijn voor het goed functioneren van het BOG invullen. Het eerste project dat dit jaar nog van start gaat is het Nationaal Preventieprogramma. BOG-directeur Comphalius is veel succes toegewenst bij het uitoefenen van zijn nieuwe functie.